De Stichting Wetenschappelijke Informatie, SWI en Digital Talents Academy organiseren volgende week een masterclass over politieke opiniepeilingen. Het doel van deze masterclass is deelnemers die basiskennis en vaardigheden bij te brengen, zodat zij de resultaten van politieke opiniepeilingen kritisch en professioneel kunnen beoordelen. De cursus is onder andere bedoeld voor mediawerkers, NGO-ontwikkelingswerkers, functionarissen die betrokken zijn bij de verkiezingsorganisaties en leden van politieke partijen. Dit vertelt Jack Menke, voorzitter van SWI. De professor wijst erop dat bepaalde media sensationeel omgaan met opiniepeilingen. En je ziet bij de laatste opiniepeiling inderdaad ook dat de verschillende media toch ook verschillend omgaan met opiniepeilingen. Waardoor, laat maar zeggen, het publiek toch niet een professioneel beeld krijgt van wat een opiniepeiling is en wat het eigenlijk precies heeft opgeleverd en hoe je ermee moet omgaan. Springt de media nogal sensationeel om met die informatie? Ja, bepaalde media. Als ik u zou laten zien wat ik vanmorgen, was toevallig keek ik naar een cartoon. Het was in een van de dagbladen. En dan zie je dat die personen eigenlijk heel duidelijk de voorkeur geven aan de score van een bepaalde politicus. En in die cartoon wordt die persoon natuurlijk ook niet alleen belicht, maar wordt aangegeven van, kijk, die politicus is in score vooruitgegaan ten opzichte van de voorgaande opiniepeiling. En ik moet zeggen, het is eigenlijk een grote misser. Want dat percentage vooruitgang is heel klein. En een tweede ding speelt natuurlijk. Je kan ook niet die twee momenten eigenlijk precies met elkaar vergelijken. De masterclass is verdeeld over 3 dagen. Menke geeft aan waar de verschillende onderwerpen zijn. In de eerste plaats de functie, dus de bedoeling van een opiniepeiling. Dus daar gaan we heel kort op in. Toch, waar het is ontstaan, toch, weet je, Verenigde Staten, hoe het is gegroeid tot een vrij betrouwbaar instrument, want dat was het in 1936, was de eerste peiling, toen was het niet. En dat brengt me direct naar het tweede, de steekproef en dat bestand waaruit je een steekproef trekt. Dat is een van de cruciale punten om een goede peiling te doen. Dus het tweede onderdeel gaat over steekproef en het steekproefkader ingewikkeld wordt. En natuurlijk ook de populatie, dat wil zeggen, dus het hele kiezersvolk. En dat is misschien het meest technische deel, maar we brengen het heel makkelijk. En het derde onderdeel gaat over het veldwerk en vragenlijst. En wat je moet doen om te voorkomen dat je steekproef die je goed zou hebben getrokken, dat die niet wordt verminkt in het veld. Want je kan een goede steekproef trekken, maar afhankelijk van de enquêteurs kan je steekproef in stand worden gehouden, waardoor iedere persoon dezelfde kans heeft om in die steekproef terecht te komen. Want daar draait een goede steekproef om. Professor Jack Menke, voorzitter van de Stichting Wetenschappelijke Informatie over de masterclass Politieke Opiniepeilingen, die de volgende week start.